Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wij zitten hier in ons eigen hotel eventjes lekker te ontbijten. En Rico heeft, wat heb je, Rick? Een muffin. En yoghurt met heel veel fruit. Heel veel fruit. Ik ben heel bescheiden. Ik heb yoghurt met granola en fruit. Hashtag fit girl. Omeletje met klassieke variant. Oh, en ik doe mee met Peter, want wij zijn lekker klassiek. Wij houden ervan. Dus wij gaan even lekker eten en daarna gaan we lekker zwemmen. Doei! Nou, we zijn even snel teruggegaan naar onze kamer. We hebben lekker ontbeten. Het was veel, maar wel heel goed. En nu gaan wij dadelijk lekker naar het zwembad daar. Dus even omkleden, insmeren en dan gaan we die kant op. Kijk, wij lopen hier bij het zwembad. Ja, en het is? We gaan zwemmen, maar het is een beetje druk. Het lijkt wel een poolparty of zo. We zijn even op zoek naar een bedje, maar ik ben er een klein beetje bang voor dat dat hem niet wordt. Wauw. Dus we gaan even kijken wat het wordt. En dan of het überhaupt wat wordt. En dan gaan we gewoon ergens onze handdoeken bij de bomen neergooien. Ja, bij de bomen neergooien en dan gaan we lekker het water in. We gaan het lekker zien. We zitten hier in onze eigen poolparty. Het is inderdaad erg druk, maar we hebben een lekker plekje gevonden. Ja, dus we zitten hier lekker aan de cocktails en lekker even van de zon aan het genieten. En bruin aan het worden. Of rood. Of rood, dat maakt niet uit. Een kleurtje krijgen. Lekker. Heerlijk lekker. En zo rood als drankje. Ja, waarschijnlijk wordt het dit de kleur, wat we worden, dit. Zo. Dat wordt het. En dan gaan we hier nog eventjes lekker genieten. En dan gaan we dadelijk door naar het volgende. En daar wordt de Stretto's weer, Tower, zoiets. Iets in die trant. Of de Fremont Street. In ieder geval die kant op. We gaan naar Oud Las Vegas. Dus we zien jullie zo. Nou, wij hebben weer iets aparts. We gaan aan de Jelly Shot! Jelly Shot! Dus typisch Amerikaans! Alsof we weer 17 zijn, dus we gaan hem openmaken. Wacht ho! Oh, iemand moet hem even vasthouden, want anders krijg ik hem niet open. Ja, dat probleem heb ik wel. Oké jongens, dit is het. Trek eens even. Bij Jelly. Pas op. Oké. We hebben allemaal onze Jelly Shots en dit moet, dit is een shotje. Ze moet je atten. Oké. Ze gaan even proosten. Cheers! En dan lekker shotten. Ja, dat lukt hem niet in één keer. Nee, ook niet. Nee, wel. Dat is een lekker zachte oester die zo proberen. Heerlijk! Hoppakee. Op naar het volgende. Wij hebben onszelf eventjes opgefrist, terug naar de kamer geweest, zijn weer even lekker gedoucht, omgekleed en we zijn weer helemaal klaar om door te gaan. Ready to go, nee? Fremont Street en de Stratosphere Tower. Ja, dat was hem. Ja, dus we gaan even kijken wat daar nou te doen is. Wij zijn hier in de Stratosphere Tower en kijk eens. Een zwembad. Oh. We zijn helemaal boven. Hey, bijna helemaal. Ja. Verdieping. Wil je even vertellen wat niet mag hier op de toren en alle attracties? GoPro'en. Dus. Beneden zeiden ze wel, boven zeiden ze ah. Dus de GoPro laat hem meevallen en dan weer lekker. Ja, dat is heel jammer. Maar we kunnen wel even genieten hier van het hele mooie uitzicht. Uitgevonden. Want het is hier wel echt heel gaaf.
sunset is echt super mooi hier. Het is ook heel helder. Dat kan ook nog wel eens tegenvallen hier, dat het niet helder is. Maar we hebben een heel mooi uitzicht over heel Las Vegas. En als je zo kijkt, is de strip eigenlijk best wel klein vergeleken met hoe groot Las Vegas zelf is. Het is best wel vlak hier. En de strip ligt aan die kant en dat is één gebouw op parade. Maar vanaf hier valt het best wel mee, hè, hoe groot het is. Oh, ik vind het best wel ver ruiken. Nee, de strip. Oh, de strip is heel klein, maar ik vind de rest ver. De rest is wel heel groot. Het strijkt zich goed uit in de woestijn hier. En nu gaan we even kijken voor een Uber en dan gaan we naar Fremont Street. En we zijn aangekomen op Fremont Street. Ja, yeah, kijk eventjes naar alle lampjes die Nicky laat zien. Foto's gaan van gokkasten in Las Vegas. Wij zijn ook een gokkast, waar je het jaar ook geld doorheen. Ja, wij jagen ook heel veel geld doorheen deze vakantie. Maar we gaan hier nog even een rondje lopen, dan gaan we dadelijk terug naar ons hotel en dan gaan we eventjes lekker opfrissen. En nee, eerst sushi opfrissen en helemaal naar de kloten. Hoi! Oké, we hebben zojuist de allerleukste Uberrit ever gehaald. Zo'n leuke vrouw. We hadden eigenlijk moeten filmen. Ja, we zaten bij een vrouw en die ging eigenlijk non-stop door met praten. En ze vroeg waar ze vandaan kwamen. Ze dacht eerst Duitsland. Toen werden we allemaal boos en zeiden ze, oh, dirty Dutchess. En dat klopt inderdaad. En het was eigenlijk, het ritje was zo voorbij. Ja, het was jammer dat we bij het hotel waren. Ja. En ze gaf als tip, als je hier op straat loopt en je wilt niet aangesproken worden, moet je zeggen moet je zeggen Johnny Depp, Johnny Depp. Ja, en dan word je niet meer aangesproken, dus dat kan je gewoon doen hier. Wij gaan onszelf even opfrissen en dan gaan we lekker aan de sushi. Eindelijk
Na anderhalve week. Wijn. Wijn. Nee, dat had je al iedere dag. Dat had ze al iedere dag trouwens. Oh. Onze AA, zoont op AA is AA. Maakt niet uit. We zitten hier in ieder geval lekker aan de... Sushi! En we hebben nou onze... Voorgerecht. Onze tempura en calamari. En de sushi komt bijna. Onze sushi is zojuist gearriveerd. En kijk even, Nicky. Wij zijn wat is wat? Dat is de rainbow roll. Dat is die bochuki roll. Dat is de spicy tuna. Shrimps. De California. En nog meer shrimpies. Wij gaan hier even lekker aan de sushi. Dankjewel, Coco. Nou, jongens. Nice t-shirt. T-shirt. Ja, nice t-shirt. Thank you. Thank you. Sorry. Onze laatste dag hier in Las Vegas zit er bijna op. Ja. Morgen gaat Nicky nog even een tasje kopen. Ja, en dan gaan wij door naar de... Grand Canyon. Ja, dus wij lopen nu naar, naar onze kamer. Naar onze kamer. En dan gaan we lekker slapen. En dan zien we jullie morgen weer, jongens. Welterusten. Doei.